Beste luisteraars, dit keer neem ik jullie mee naar het Italië van de 18e eeuw aan de hand van schilderijen met de voorstelling van een uitbarsting van de Vesuvius. Het olieverfschilderij is ongeveer 65 bij 80 centimeter groot, is niet getekend of gedateerd, het bevindt zich in een privéverzameling. Op een efficiënte wijze heeft de kunstenaar een spectaculaire uitbarsting van de vulkaan weergegeven. De vuurkolom gaat pijlrecht de hemel in, gassen komen vrij en een enorme lavagolf bedreigt een nederzetting aan de voet van de berg. Ook de zee wordt geanimeerd en dreigend weergegeven. De vuurtoren laat ons toe de plaats te bepalen van de kijker. We bevinden ons in de haven van Napels en de stad die door de lavastroom dreigt overweldigd te worden, moet daarom Herculaneum zijn, zoals het op het plan heel duidelijk te zien is. Zowel Herculaneum als Pompeji werden vernietigd door een uitbarsting in 79. Maar dat is zeker niet de laatste keer dat Vesuvius van zich liet horen. Wat de 18e eeuw betreft zijn er uitbarstingen bekend in 1707, 1737, 1760, 1767, 1779 en 1794. Maar later daarover iets meer. Wellicht is ons schilderij gemaakt voor een Britse toerist op Grand Tour. Toen welgestelde Engelsen hun opvoeding voltooiden door middel van een verblijf in Italië, om er de resten uit de antieke wereld en artistieke meesterwerken te bestuderen. Daarnaast hadden zij ook oog voor schilderachtige landschappen en natuurlijke attracties, zoals de Vesuvius. Hierdoor ontstond een nieuwe kunstmarkt en talrijke kunstenaars trokken dan ook naar Napels om er het natuurgeweld in beeld te brengen. Zoals bijvoorbeeld Pietro Fabrici, die hier de uitbarsting van 1767 heeft geschilderd. Uit de jaren 1770 dateren verschillende schilderijen van Pierre-Jacques Vollère. Hier heb je een aantal voorbeelden van deze meester. Ook de bekende Joseph Wright of Derby hing er schilderen en niet minder dan een dertigtal voorstellingen van de Vesuvius zijn van zijn hand bekend. Andere meesters waren Jacob Moore, waarvan je hier een schilderij ziet, of de Duitse schilder Jacob Philipp Hackart. In beide gevallen verbleven ze in de jaren 70 en 80 van de 18e eeuw in de buurt van Napels. Michael Wuttke, een Oostenrijker, bleef in het gezelschap van Sir William Hamilton op een bepaald ogenblik in de buurt van de Vesuvius. Hier zie je trouwens het gezelschap met onder meer Sir William Hamilton links in beeld. Trouwens, op een officieel statieportret bewaard in de Londense National Portrait Gallery zie je de diplomaat afgebeeld met op de achtergrond de rokende Vesuvius. Dit is nog een voorbeeld, of nog eens het voorbeeld beter, van het schilderij van Michael Wuttke, als ik zijn naam juist uitspreek, met Sir William Hamilton. Dit is een tweede voorbeeld van de hand van onze Oostenrijkse meester. En hier zie je duidelijk de laterna op de linkerzijde. Ook op dit schilderij stel je dus vast dat wij dezelfde positie hebben van ons schilderij op dit werk uit de jaren 1770, zowat van de hand van de Italiaan Ricciardelli. Hackart opnieuw aan het werk, met ook hier die fameuze vuurtoren heel duidelijk in beeld en op de achtergrond de rokende vulkaan. Pietro Antoniani. Ook hier zie je de vuurtoren en ook hier zie je de uitbarsting van de vulkaan. En zo keren wij terug bij ons schilderij, waar je ook op de linkerzijde, of links in beeld beter, diezelfde vuurtoren kunt zien. Een vuurtoren die in de tweede helft van de 19e eeuw uiteindelijk werd afgebroken en dus niet meer te zien is. Het thema van vulkaanuitbarstingen kan zeker subliem genoemd worden. In de 18e eeuw kende men tenslotte drie categorieën van kunstbeleving.
Kunstwerken werden zij als schoon, subliem of pittoresk ervaren. Het schone werd gekenmerkt door harmonie, proportie, evenwicht en symmetrie. En de ethische component hing er hand in hand met een technische perfectie. Het sublieme daarentegen kan in tegengestelde termen omschreven worden, zoals disharmonie, disproportie, emotie versus ratio, terwijl het technische aspect als veel minder belangrijk werd ervaren. Sublieme kunstwerken konden een emotionele schok teweegbrengen of een diepe angst oproepen, zoals bijvoorbeeld de vrees om te sterven. Het op een veilige afstand meemaken van een levensbedreigende situatie werd door sommigen als prettig of aangenaam ervaren. Het pittoreske heeft eigenschappen van zowel het schone als het sublieme. Het pittoreske thema is eerder vriendelijk of geruststellend, terwijl de wijze van uitvoering vaak aanleunt bij schilderijen die onder het sublieme vallen. Ons schilderij is een mooi beeld van sublieme schilderkunst. De lijnvoering of teken is eerder sumier te noemen, maar het kleurgebruik is zo dat het effect van de uitbarsting heel doelmatig wordt geëvoceerd. Jammer dat de naam van de schilder niet bekend is. Mogelijk betreft het een Britse schilder die voor een Engelse klant werkte. De uitzonderlijk hoge toren van de lava zou typisch geweest zijn voor de uitbarsting van 1779. Vandaar kan ons schilderij niet ouder zijn en vermoedelijk dateert het uit 1770 of van kort daarop. Hoe het ook mogen zijn, onze anonieme schilder heeft dus een spectaculaire uitbarsting van de Vesuvius geassocieerd met de vernietiging van Herculaneum in 79 van onze tijdrekening. En hiermee eindig ik mijn verhaal.